tal van topmerken bij het vernieuwde Maddy's Mode. Maddy's Mode, Albrechtlaan 56B in Aalst. Dag Mats Hermans. Vijf jaar geleden zaten we hier ook, ja. Weliswaar binnen, maar nu buiten. Naar aanleiding van een kampioenenviering in tennis. Klopt. En nu, afgelopen weekend speelde je kampioen padel. Vertel eens. Ja, echt leuk. Sinds dat de padel zo aan het opkomen was, ben ik samen met mijn kameraden daarin gestapt. En ik amuseer mij. Maar het is nog altijd een beetje mijn tweede sport, maar ja. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat ik het bij het kampioen in padel zou kunnen winnen of ja, zou winnen. Dus ik ben ja, super blij hier weer te zitten eigenlijk. Ja, want je gaf het daarnet zelf aan, het was een gelegenheidskoppel dat je vormde met wie? Arno Goubourdin. Dat is dus de zoon van Sabine Appelmans. En hij stuurde mij een berichtje en ik las het. En ik vond dat, ik kende hem van vroeger, we hebben samen op de topsportschool gezeten. En daardoor ja, komen we overeen en kenden we elkaar wel. Maar het was echt de eerste keer dat we samen gespeeld hebben en het klikte direct. Het was echt aangenaam. Ja. Het kampioenschap vond plaats in Gent. Ja. Hoe zat het met de belangstelling? Hoe zit dat met padel? Eigenlijk had ik niet verwacht dat er zoveel volk ging zijn. Want het was ook het Belgisch kampioenschap voor de mannen en de vrouwen toen. Maar, ik had dan zo interclub kampioen gespeeld met de players. En daar was echt niet zoveel volk. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel volk of zoveel toeschouwers zouden zijn in Gent. En dat was wel ja, superleuk. Ja. Hoe zit het met de padelsport? Het kende een ongelofelijke boom de afgelopen jaren. Ja. Hoe zie je de toekomst? Naar mijn gevoel is het wel een beetje, de hype wel een beetje over. Maar, er komt wel echt wat goede jeugd op, heb ik gezien. Onder 16, onder 14. Ja, er wordt echt getraind. Tennis Vlaanderen zit ook nu met een systeem dat ze die dat in tennis juist tekort komen voor de top. Mm-hmm. Dat ze dan doorschuiven naar de padel en daar een kans te kunnen grijpen. En dat vind ik wel echt goed, echt slim. Ja. Dus de jeugd ziet er wel goed uit, denk ik. Je hebt net een vrij zware kwetsuur gehad. Hè. Je bent lang oud geweest. Hoe zie je je toekomst? Zie je je toekomst in tennis of in padel? Dat is wel een beetje een moeilijke vraag. Maar toch nog eerder in tennis. Ja. Ja. Dat is een beetje raar om te zeggen, maar ik vind dat nog altijd meer. Dat triggert mij nog altijd iets meer dan padel. Ja. Het is iets mentaler ook, want je staat er altijd alleen voor. Padel is misschien wel leuker, dat ga ik wel eerlijk toegeven. Maar Het genot van een overwinning in tennis is nog veel toffer dan het genot van een overwinning samen met je kameraden in padel. Ja, ja. Dus toch nog het tennis. Oké. En wat zijn je plannen in het tennis? Komen er toernooien aan die je gaat spelen, internationaal, nationaal? Deze zomer ga ik sowieso veel matchen proberen spelen. Een hele zomer toernooien spelen. En ik hoop toch terug te gaan naar mijn beste niveau. Ook nu, met mijn blessure ben ik een jaartje uit geweest, denk ik. En ik hoop toch terug de top 100 binnen te gaan op nationaal vlak. Mm-hmm. En dan zien we wel wat er volgt internationaal. Ja. Okay.